Gezonde Dag. Afgelopen week liep Anita vanuit het programma Baas van Morgen een dag mee met onze CFO Dirk-Jan Sloots. Een van de tips die we van Anita kregen was om medewerkers te laten vertellen hoe het is om met mensen te werken. En wat ik zo leuk vind aan mijn werk bij coöperatie Menses, is dat ik een bijdrage lever aan iets dat ons allemaal aangaat, de zorg in Nederland. Zo gebruikt 70% van de COPD- en astmapatiënten hun pufjes verkeerd. In Twente hebben collega's Henk, Evelien en Erik meegewerkt aan een gezamenlijke werkwijze tussen longartsen, huisartsen en apothekers voor eenduidig medicijngebruik. En dat betekent voor de patiënt meer lucht en minder pufjes. Ik ben ook benieuwd hoe straks Wouter Bos het vindt om bij Menses te werken. Wouter start 1 mei als CEO en voorzitter Raad van Bestuur. En via deze weg een heel hartelijk welkom en succes met het afronden van de werkzaamheden bij InvestNL. Meer informatie in de links in de comments.